Dick Advocaat, laatste drie wedstrijden verloren met zijn Feyenoord. Speler tegen de ploeg waar hij natuurlijk als trainer ook een aantal jaar onder contract heeft gestaan. Advocaat, trainer van PSV tussen 94 en 98. En in het seizoen 2012-2013 met een 97 met PSV. Jurgensen op de bank. Hij had de concurrentiestrijd met Prato eigenlijk wel gewonnen. Maar vandaag, omdat de Advocaat ook wat vechtlust wil zien. Overal op het veld. En dat denkt hij bij Linssen meer te zullen zien dan dat Jurgensen dat kan geven. Maar vandaag dus geen Jurgensen. Marsman weer op doel. Bijlo nog steeds niet bij de selectie, hoewel hij wel weer aan het meetrainen is. Leroy Fer. Dus Botteguin centraal achterin in plaats van Spajic. En Malasia, hij in de ploeg, maar ook Haps. Die twee aan de linkerkant. Dumfries er wel bij, de aanvoerder. Viel natuurlijk uit tegen Emmen. Natuurlijk geen Gakpo, geen Gutsen. Dat zijn aderlatingen, het meespelen van Dumfries. Dat is natuurlijk wel een hele prettige bijkomstigheid voor Roger Schmid. Ja, 4-3-3. Dat is zoals het staat. Roger Schmid weer terug van een schorsing. Ja, 25 februari 2018. Dat is de laatste thuisnederlaag voor Feyenoord hier tegen PSV. Dit is een balletje die link is. Vanaf de zijkant. Het is even zwaar centraal achterin met Botteguin onder andere. Ja, Dumfries weggestart aan de rug van de tegenstander. Wel laag voor. En het is dan op een net zo'n vervelende plek voor Marsman om uit te komen. Geertruida. En dit is een goede bal. Diemers en de 1-0 voor Feyenoord. In de 7e minuut. Door Diemers. En waar de voorgaande, 6,5 minuut PSV de ploeg was die eigenlijk de bal had, is het Feyenoord die de score opent. Dat de vrije trap was genomen. Nou, vertelling op Diemers gaat hier Geertruida door. Hier onder in beeld, prachtig in beeld gebracht. En duidelijk zichtbaar de vrijheid die Diemers geniet door de benen dan van Mvogo. Nou, PSV wist al dat ze het spel zouden moeten maken. Dat zal zeker niet veranderen door de stand. Sterker nog, er wordt veel van PSV gevraagd nu. Deze. Nu daar de lopende man is Tony Malen scherp voor. En daar is Max nog. Die hem knap voor krijgt. Want dat leek toch al een gedane zaak. Een bolletje zo naar Malen. Die was voor. En toen kwam Max nog. Die kreeg hem nog bijna in het midden. Van Thomas en Zahavi. Een halve omhaal als Messi. Nu overeind krabbelt. Al over de zijlijn geweest. Spectaculaire actie. De Israëlische aanvaller trof geen doel. Diemers. Senesi. Rechts gaat Berghuis. Max. Mag nog Berghuis meegeven? Geertruida? Nee, het gaat via Leroy Fer. Op zich vast bij Zahavi. Malen. Over Geertruida. Laag voor dan Mauro Junior. Bal komt er niet doorheen. Botteguin. Zo blijft Feyenoord onder een gigantische druk staan van PSV. Berghuis. Diemers. Malasia doet mee. Weet ook Berghuis. Linssen geeft aan waar hij die bal wil hebben. Nou precies daar. Mvogo blijft staan. Is dan ja, juist op tijd met zijn reactie om Linssen van een 2-0 af te houden binnen een kwartier. Geweldige bal van Malasia. Zeker geen buitenspel. En dan blijft Mvogo lang staan. En redt hij met zijn linker. Daar overgekocht. Boskaki. Botteguin zich duidelijk bezighoudt met Dumfy en Boskak die overkopt. Mauro Junior. Sangaré. Even in de terugweg, maar dan glijdt hij uit. En is het Diemers met Berghuis rechts en Linssen. Dit is Berghuis.
En dit is knap verdedigend Jordan Theze, die juist op tijd terug is om het gevaar te bezweren. Berghuis, Diemers. Geertruida. Haps. Dan komt Sangaré. Berghuis. Berghuis! Oh! Schitterende goal. 2-0 voor Feyenoord. Berghuis, die in de vorige editie tussen deze beide clubs in de Kuip er 3 maakte, zorgt nu voor een verdubbeling van de voorsprong. Als je zo met je linker een bal kan kussen zoals Berghuis, dan kan dat zeker op de goedkeuring van Van Persie rekenen. Mooi naar binnen. Schitterend binnenkantje paal. Geen kans voor Mvogo. Aan de andere kant is dit Malen en is dat Magno. Want dat is ook deze wedstrijd. Er gebeurt genoeg. Boskagli. In het midden Zahavi. Zahavi, Marsman. Dan is het redelijk matig ingeschoten, want dit was al echt een heel dikke kans. Voor een man die de laatste tijd zo weinig moeite heeft om het net te vinden. Dumfries. En die bal heeft hangen en Marsman verkoopt. Dat het een corner wordt. Waardoor Jan Malen zich weer eens heel dicht bij het doel van Feyenoord liet zien. Sangaré. Mauro Junior. Diemers. Waarbij er veel protest is aan Feyenoord kant, waar er wel doorgespeeld wordt. En Linssen hier de 3-0 maakt. Als de vlag omlaag blijft, is het 3-0. Maar zal er nog wel even gekeken worden, want het was wel een randje van. Want Linssen, links in beeld, is wel of niet buitenspel als de bal hier komt. Oh, dit wordt echt het lineaal werk. Dieper in kijkt, in Zeist. Check doelpunt buitenspel. En het is een goal. Het staat 3-0. Het staat 3-0 voor Feyenoord. Maar dit wordt een lastige klus voor PSV. Waar ze zoveel balbezit hebben. Als Dick Advocaat strijdlust wilde zien van zijn ploeg, dan kan hij zeker niet ontevreden zijn met wat de eerste 45 minuten gebracht hebben. Dumfries. Malen goed getikt. Daar is de sliding van Malasia. Die is prima. Het levert wel PSV een volgende corner op. Thomas, daar is Zahavi en Marsman tikt hem over de lat. Redelijk vrij. Boskagli. Max. Overtreding van Berghuis. En Feyenoord komt er ook niet meer uit. In de eerste helft had natuurlijk PSV ook veel balbezit, maar op het moment dat PSV balverlies leed, waren er altijd mensen onderweg. De diepte in bij Feyenoord en konden ze er gevaarlijk uitkomen. Dat ontbreekt het begin van de tweede helft helemaal bij de Rotterdammers. We hebben Thomas en Max besproken. Max hard en daar Sangaré. Het is 3-1. Dit hebben ze dus besproken. Ze lekker achter die laatste lijn neerleggen. En dan moet er iemand zoveel zijn, zo goed zijn om erin te duiken. Sangaré is dat. Maakt er 3-1 van. PSV op het scoreformulier. Thomas zit daar op de grond. Ja. Die had natuurlijk die aanvaring met Malasia een paar minuten terug. Toen gaf hij al aan dat hij daar pijn aan had. Toen had Malasia er zelf ook pijn aan trouwens. Ihataren komt voor Thomas. Ihataren. Boskagli. Max meenemen. Nu Max meenemen. Terugleggen. En Malen. Een redding van Marsman. Of was het Senesi die ertussen zat? Ja, het was Senesi denk ik. Bij een uitgespeelde aanval van PSV. Waarbij Malen het doel onder vuur nam.
Max. En daar is het Bottekin die een corner weggeeft. De keuze was er ook niet voor hem. Max. Afdraaier. Het hoofd van Bottekin. Nu Malen. Goed, de afstand verkleind door Marsman. Malen. En de redding van Marsman. En kijk. De Kromme. In de Kuip. Willem van Hanegem. Die had daar. Het schot. En Marsman. Diemers door naar Senesi notabene. In de extra. Ja. Berghuis en Jurgensen ook nog mee om de vierde te maken. Nou krijgt Jurgensen die bal niet geweldig mee. En dus is het einde van de wedstrijd al hier. En wint Feyenoord met 3-1 van PSV. Moest Feyenoord na de nederlaag bij Heerenveen terug naar de tekentafel. Om dat te zeggen dat het een Van Gogh is geworden of een Rembrandt, dat zeker niet. Maar toch is het voldoende voor 3 punten. Na de 3 goals gemaakt in de eerste helft werd het nog 3-1. Maar werd het daarna eigenlijk nooit meer bloedspannend. Omdat PSV daarvoor domweg te weinig heeft geboden vandaag in de Rotterdamse Kuip.